Ik ben Lindert Stegen en ik ben 23 jaar, net afgestudeerd Sint Lucas Grafisch Antwerpen. Het Street Art Festival hier in Hasselt is georganiseerd door Kurt Bosmans samen met Ellie Gallery. En nu, eigenlijk dit jaar, doen ze voor 10 weken lang elke week een nieuwe interventie in de stad. Het zijn niet alleen jonge artiesten, maar het zijn echt ook heel gekende internationale artiesten wat hier al een muur hebben gezet door Street Art Festival. En dan is het natuurlijk heel fijn om een deel uit te maken van het lijstje van die grote artiesten, om daar eigenlijk tussen te kunnen staan. Ik haal mijn inspiratie vooral online eigenlijk. Ik denk dat veel mensen op Instagram zitten nu. Vroeger, toen ik begon, keek ik altijd heel veel op naar Tristan Eaton. Hij heeft een soort van collage-stijl, ook vrij realistisch nog. En momenteel is het eigenlijk de mannen van Circle. Maar ondertussen is dat duo uit elkaar gegaan. Het is nu vooral Rabbi Towing. Hij is nu apart, hij is nu solo gegaan. En zijn werk vind ik eigenlijk altijd wel heel inspirerend. Dat is een paar jaar geleden begonnen. Ik denk toen ik 16, 17 jaar was. En dan eigenlijk door Banksy, door wat we online zagen, gewoon op het internet, dat ik eens met een paar kameraden zoiets heb gezegd van we gaan eens wat spuiten onder de brug. Ja, eigenlijk niet zo lang nadat ik begonnen was met illegaal te spuiten, is dat eigenlijk zo wat overgegaan naar kinderkamers spuiten. Moeders die de naam van hun zoon of dochter in de kinderkamer wouden. En dat is dan opeens eigenlijk uitgegroeid tot iemand die mij contacteerde van ik heb een muur staan. Dat was in een school in Eigenbilze. En dat dan gewoon gedaan en sindsdien is dat zo wat uitgegroeid. Mensen rondom die dat hoorden. Dus op die manier heb ik eigenlijk veel muren kunnen doen. Deze wall is eigenlijk deel van de nieuwe stijl die ik nu aan het doen ben. En dan heb ik eigenlijk ontdekt dat ik heel veel into het idee ben van eigen werelden creëren. Dus een eigen universum creëren. Maar natuurlijk, als je zegt ik kan mijn eigen wereld maken, klinkt dat heel groot. En is een moeilijke stap om te zetten. En wat dat voor mij dan makkelijker heeft gemaakt, is het idee van ik kan mijn eigen landschap creëren. En dat is eigenlijk wat ik ook hier met deze muur heb gedaan. De muur die je ziet is eigenlijk mijn versie van hoe mijn landschap er zou uitzien in mijn wereld. Dan ondertussen ook zoeken naar een atelierruimte. Dus als iemand eentje weet, moet ik altijd bellen. Thank you.